Goedemorgen iedereen. Uh, we zijn vandaag uh, 27 augustus op deze persconferentie waar we u een voorstelling zullen geven over de UVC toepassingen om het pandemie COVID-19 te bestrijden. De Engelsgroep heeft de handen in elkaar geslagen met de AED-groep om de distributie hiervan te verzorgen. De Engelsgroep is al meer dan 90 jaar actief op het gebied van electro, solid surface en HVAC luchtbehandeling. Ik geef nu graag het woord aan Jean-André van de AED-groep en Nadine patrick Lenaerts, productmanager van Thermocomfort Thermobel. Jean, je woord. Bedankt, meneer Jan Engels. Graag had ik dan ook een woordje uitleg verschaft in zaken het merk Luxibel, waarmee de Engelsgroep recent een uitgebreide samenwerking heeft aangegaan. Luxibel is de eigen merknaam van de AED-groep met zijn dertien divisies Waaronder de divisie AED Studios, u wellicht de meest bekende, is. Luxibel is dan ook wereldwijd vooral gekend als producent en leverancier van professionele audio- en belichtingsapparatuur. Sinds maart van dit jaar werd het gamma meteen stevig uitgebreid door een eigen productie op te starten in Europa met de UVC-desinfectiesystemen. Dit. Ten einde een antwoord te kunnen bieden op de dreiging van virussen zoals nu COVID-19. Er zullen bovendien constant nieuwe toestellen op de markt komen, geschikt voor zowel huishoudelijk als mede professionele toepassingen. Hierover geef ik dan graag meteen het woord aan de heer Patrick Leenaert, salesmanager. Engelsgroep, die voor u een complete presentatie zal geven in zaken de Luxibel-productlijnen en het toepassingsgebied ervan. Ik dank u. Mijn naam is Patrick Leenaerts, productmanager bij Thermobel. En wij brengen u vandaag graag een belangrijke oplossing die ons kan helpen in onze gemeenschappelijke strijd tegen het coronavirus, namelijk UVC-stralers. UVC-stralers... De technologie op zich bestaat al meer dan 100 jaar en wordt toegepast onder andere in de ontsmetting en desinfectie van ons drinkwater. Zo is er alle water dat we vandaag de dag drinken vanuit de kraan of vanuit flessen wel ergens een UVC-lamp gepasseerd. Anderzijds ook voor de ontsmetting en de laatste verwijdering van de virussen voor het etenswaren, alvorens ze verpakt worden. Tevens is het toegepast in de ziekenhuiswereld, waar de kamers, de operatiekamers kunnen ontsmet worden en lag het mee aan de basis van de uitroeiing van tuberculose in de jaren 50, van het SARS virus in 2002, ebola in uh, Zuid uh, Zuidwest-Afrika uh, in 2013 en vandaag de dag kan het ook een belangrijke factor spelen in onze strijd tegen het uh, coronavirus. Wat is nu juist UVC? Ik denk dat de meesten van u UV wel kennen, dat is het ultraviolet licht, het onzichtbare licht. Daarin hebben we drie soorten UVA, de lange golfstraler, waardoor dat we kunnen bruinen, mooi, aangenaam in de zomer. UVB is ook de middengolfstraler, waardoor dat onze huid wat gaat verouderen, een deeltje wordt tegengehouden door het, de ozon, door de atmosfeer, sorry. En anderzijds de UVC, is dat de atmosfeer volledig tegenhoudt en dat we zelf hier op aarde creëren. UVC is een korte golfstraler. De golflengte is 254 nanometer. En 254 nanometer is de ideale golflengte voor het COVID-19-virus te doden. Op welke manier gaat dat te werk? Het gaat ervoor zorgen dat uw erfelijkheidsstructuur, die dat eigenlijk op uw erfelijkheidsstring ligt, het DNA of het RNA, dat daar eigenlijk... Dat verniedigd wordt die structuur zodanig dat het zich niet meer kan multipliceren. Met andere woorden, we gaan ervoor zorgen dat het virus zich niet verder kan uitbreiden. De hoeveelheid energie die we nodig hebben via die UVC-straling, als we gedurende zes seconden vijf microjoule per vierkante centimeter toelaten, dan zien we dat 99% van het oppervlak van onze bacteriën en virussen verwijderd zijn. Gaan we dat doen gedurende 25 seconden met 22 microjoule per vierkante centimeter, iets dat onze systeem en lampen gemakkelijk aan kunnen. Dan gaan we zien dat we 99,99% ,99, 99 van de virussen verwijderd hebben. Dit is ruimschoots aangetoond via de universiteiten, onder andere de University of Boston, is daar een van de voorlopers van. Niet alleen virussen, maar ook bacteriën, ook schimmels en ook gisten kunnen verwijderd worden dankzij de UVC-straling. De producten die dat we brengen zijn twee erlei. Enerzijds hebben we de producten waarbij u UVC-lampen heeft in een gesloten buis, die ervoor zorgen dat er lucht wordt aangezogen, over die lampen gaat en de lucht volledig desinfecteert en gereinigd onder andere kant eruit laat. Dat zijn toestellen waar u zelf 24 uur op 24, 7 op 7 mag onderzitten zonder enige bijkomende uh, negatieve werking. Die toestellen die kan u zowel horizontaal als verticaal plaatsen. Verticaal is interessant als u hoge plafondhoogtes heeft, waarbij dat de virussen worden aangezogen weg van de mensenmassa, worden aangezogen naar boven toe, gereinigd en terug naar beneden komen. Met andere woorden, u gaat de stroom van de normale virussen niet uh, uh, versterken. Alles wordt weggezogen van de personen zelf en de gezuiverde lucht komt terug naar beneden toe. Een tweede reeks toestellen zijn toestellen waarbij u gaat werken met open lampen. Het is te zeggen een open systeem waardoor de straling rechtstreeks op een oppervlak terechtkomt. Die toestellen zijn voorzien van allerlei beveilingsmethodes, allerlei beveilingsmechanismen, zodanig dat ook de straling die die toestellen geeft niet negatief kan zijn voor de uh, omgeving. Hoe wordt er gewerkt? Het is zo dat UVC-straling één negatieve eigenschap heeft. De positieve is dat het virussen dood en verwijdert. Maar dat het ook negatief kan zijn voor de menselijke gezondheid als het op een verkeerde manier gebruikt wordt. Zo is UVC-straling schadelijk voor de ogen en schadelijk voor de huid, nogmaals bij verkeerd gebruik. Het is een beetje zoals rijden met een auto. Rijden met een auto is goed op zich, maar heeft ook gevolgen en gevaren als we niet nadenken, als we geen gordel dragen en dergelijke. Dus om die reden moeten we even blijven stilstaan hoe dat we die gevaren kunnen vermijden. Een eerste systeem is een bewegingssensor. Die toestellen zijn voorzien van een bewegingsdetector. Van zodra dat u in het, uh, in het omgevingsveld staat of dat zo'n toestel werkzaam is, in bijvoorbeeld een ziekenhuiskamer of op een kantoor, dan gaat automatisch dat toestel uitschakelen binnen fractie van 0,2 seconden. Anderzijds heeft dat toestel ook een verklikker, een veiligheidslamp, een rode lamp die dat continu eigenlijk brandt, uh, flikkert, zodanig dat u weet van ik kom hier in een gevarenzone. En de derde is een buzzer, dat is eigenlijk een geluidsniveau dat u hoort op het ogenblik dat u die ruimte binnenkomt. Uiteraard, voordat u binnenkomt, gaan we ook nog eens een sticker aanbrengen zodanig dat u zeker ten allen tijde verwittigd wordt. Dit is een ruimte waar er UVC-straling op staat, die enkel mag gebruikt worden als er geen personen en geen dieren aanwezig zijn. Wij van Engels Thermobel, wij dragen de kwaliteit hoog in het vaandel. Om die reden willen wij werken via een distributie die dat al jaar en dag uh, met samenwerken. Dat is onze elektrogroothandel, die dat al jaar en dag dimplex met ons verdeelt en andere merken. Maar waarbij dat we nu ook thermobel uvc stralers willen verdelen en alleen via geautoriseerde, opgeleide installateurs van hen. Dus het is echt de bedoeling om onze producten alleen te verdelen via installateurs die dat van A tot Z op de hoogte zijn van de juiste werking van die toestellen. En ook op de hoogte natuurlijk zijn van alle gevaren. Die krijgen een certificaat mee en op basis van dat certificaat kunnen ze zich onderscheiden van de mogelijke cowboys die dat links en rechts een toestel willen plaatsen zonder de nodige kennis ervan. Wij gaan er ook prat op dat wij al onze installateurs de juiste manier aanleren hoe dat ze zo'n toestellen moeten plaatsen en hoe dat ze deze moeten dimensioneren. Anderzijds leren we ook aan hoe dat ze een controle kunnen uitvoeren, een controle voor te zien dat de straling die dat wij voorzien en berekenen, dat die ook effectief op die ruimte gehaald wordt. Bijvoorbeeld, dat men kan nakijken op een bureau, op het bureau zelf, computer, toetsenbord, gsm, dat daar effectief de juiste bestraling is toegepast om die ruimte virusvrij te krijgen. Ze krijgen ook een opleidingskoffer mee, zodanig dat we zeker zijn dat iedereen op dezelfde manier exact hetzelfde meet als wij eigenlijk voorschrijven. En tot slot gaat iedere installateur die dat zo'n toestel plaatst ook een declaratie moeten ondertekenen dat hij op de hoogte is van de juiste werking dat hem op de juiste manier het toestel geplaatst heeft en het toestel ook op de juiste manier gaat onderhouden. Daarvoor bieden we hem een servicecontract aan, een servicecontract die dat hem in staat stelt om bij zijn klant eenmaal per jaar de lampen een keer te vervangen, want die gaan ongeveer 9000 branduren mee, en anderzijds dat toestel ook eens een keer kan reinigen, zodanig dat altijd optimaal werkt voor de ruimte te desinfecteren. Anderzijds hebben we ook veel contacten met de universiteiten hier. Onder andere de Universiteit van Antwerpen, die daar momenteel ook mee een onderzoek doet hoe dat we de toestellen nog beter en nog performanter eigenlijk in de markt kunnen gebruiken. Denken we bijvoorbeeld aan de ontsmetting van de mondmaskers, zodanig dat die maskers op termijn ook terug herbruikbaar kunnen zijn na een volledige desinfectie. De toepassingen zijn vrij uitgebreid. Ik denk bijvoorbeeld aan de horeca, daar waar er gegeten wordt, waar de mond uiteraard open is, waar er mogelijk ook wel aerosolen, de kleine particulen, in de lucht eigenlijk kunnen komen. Dat is uiteraard een ideale toepassing om daar de UVC-stralers te gaan plaatsen, zodanig dat die via de buizen lucht kunnen aanzuigen, kunnen zuiveren en terug in de ruimte kunnen be bezorgen. Terwijl de mensen er ook aanwezig zijn. Dat zou niet gaan met een open straler, uiteraard wel met de BR, de gesloten straler. Tweede grote toepassing zijn alle sporttoepassingen, alle sportcomplexen. Denken we maar aan de fitness. He. Daarom dat er vrij veel intensief geademd wordt. Ja, daar gaan uiteraard ook meer aerosolen, kleine particuletjes in de lucht komen, die dan moeten gezuiverd worden. Ook dat is een belangrijke doelgroep van ons. Evenals uiteraard de voetbal, basket, bowling, omdat je de bowlingbal uiteindelijk ook vastneemt. Dat zijn een aantal toepassingen die daarbij zo direct zien voor de UWC. Maar uiteraard ook kantoorruimtes, kantoorruimtes waar dat meerdere mensen uit verschillende bubbels samenkomen en waarbij dat we zeker moeten zijn dat die ruimtes ook volledig virusvrij gehouden worden. Nog een toepassing is misschien de ziekenhuiswereld, ziekenhuiswereld waarbij dat we uiteraard de kamers virusvrij willen krijgen, ook bacterievrij. Denk maar even aan de ziekenhuisbacterie, ook daar kan onze UVC-straling een belangrijke bijdrage uh, voor uh, bezorgen. Scholen is nog een voorbeeld. Scholen, universiteiten, heel veel bubbels die dat samen eigenlijk komen. Grotere risico's voor verspreiding van het virus. En dan last but not least, uiteraard de retail. Daar waar de mensen uh, gaan shoppen, zou toch wel aangenaam zijn. Moesten we ook daar dat binnenklimaat drastisch kunnen verbeteren. Wij gaan uiteraard de nodige advertenties, de nodige publiciteit in de markt zetten. Zodanig dat iedere gebruiker, iedere eindklant, maar ook alle uh, toepassingen eigenlijk voldoende gekend zijn in het brede. Uh, publiek. We kijken momenteel ook even nog naar een leasingformule of dat er een mogelijkheid is dat de klant zo'n toestel kan leasen, want dat is uiteraard op termijn ook weer draaglijker, zeker voor de sector die dat het momenteel al zwaar heeft om zo'n investering te gaan doen. Last but not least zou ik willen zeggen dat de UVC-stralers uh, niet alleen op de huidige bacteriën en virussen kunnen inwerken, maar ook op de toekomstige, zij die dat er gaan komen. Weten Wetende als er mutaties zijn van bepaalde virussen, dat de UVC-straling van 254 nanometer met de nodige dosis intensiteit ook die nieuwe virussen gaat kunnen doden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een vaccin, waar we allemaal op hopen dat er vrij snel gaat komen, maar waarvan dat we weten, net zoals bij de griep, dat het maar gaat helpen tegen x aantal vormen van die vorm van het virus. Is men in, uh, heeft men het vaccin gehad, is men beschermd, maar niet volledig, want er zijn altijd mutaties die dat er gaan bijkomen terwijl het onze uvc-straling ook al die uh, virussen en bacteriën eigenlijk kan aanpakken. En ik denk dat we er allemaal van overtuigd zijn van het grote belang dat we samenwerken in de strijd tegen ons coronavirus. Ik dank u en geef graag het woord aan de volgende spreker. Goedendag. Vandaag heeft de sportwereld in zijn totaliteit de behoefte om binnen de nieuwe COVID-19 slash coronacultuur zo snel mogelijk weer ouderwets te kunnen functioneren. Met eindelijk weer volle kantines, volle clublokalen, gezellige cafetaria's, gezonde kleedkamers en waar het de sport aan zich betreft, uiteraard ook weer gevulde volle tribunes, loges en business seats om opnieuw op een 100% veilige manier ...toeschouwers, gasten en invité's te kunnen ontvangen. En gelukkig wordt dit nu weer mogelijk... ...dankzij de UVC-desinfectietoestellen van Luxibel. De Engelsgroep staat dan ook klaar... ...en is paraat om de ganze Belgische sportwereld... ...weer op de kaart te zetten... ...door simpelweg een veilige sportomgeving te creëren. Veilig, coronavrij... Virusvrij, bacterievrij en dit van tennisclub over bowlingaccommodatie tot basket en golf. Maar natuurlijk ook voor de volkssport nummer 1 in dit land, voor het voetbal. Dankzij de UVC-ontsmettingstechnieken is er weer licht en toekomst voor sportclubs in dit land. Dankjewel. Het is duidelijk dat wij uh, sinds een jaar opgeschikt zijn door het virus uit Wuhan. Uh, het heeft ervoor gezorgd dat er diverse bedrijven, uh, denk ik maar aan de evenementensector, de zorgsector en natuurlijk uh, de retailsector, enorm geplaagd gaan, gebukt gaan onder deze uh, nieuwe omstandigheden. We moeten daarmee leren leven en daarom ben ik ook blij dat er nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en zelfs in België uh, die ons terug de kans geeft op een normaal leven. En uh, ja, ik kan alleen maar toejuichen dat zulke zaken uh, worden ontwikkeld. En dat maakt me zeer blij. Niet alleen voor mijn eigen bedrijf, want wij zitten ook in die evenementensector. Wij mogen ook uh, quasi geen mensen ontvangen. Uh, wij gaan deze zaken ook installeren. Maar tegelijkertijd ook voor alle winkels die vandaag lijden onder die beperkte bubbels. Als we daarvoor een veiligere wereld kunnen gaan ontwikkelen, dan ben ik helemaal uh, voorstander. Even voorstellen, Philip de Wulf, uh, Yellow Window, wij zijn een, een design- en innovatiebureau. Um, en ik denk dat iedereen het erover eens zal zijn dat om de economie terug op te krikken, dat het virus eerst bestreden moet worden. Um, nu als design- en innovatiebureau kijken wij altijd naar de eindklant en naar wat de eindklant wil, wat die, wat die gaat doen. Um, en hebben we gemerkt dat heel veel van de maatregelen uh, die genomen zijn... Um, die klantenervaring, die eindklantenervaring, um, zeer sterk um, um, beschadigt of vernietigt. Ik denk daarbij aan de horeca en aan uh, publiek transport, waarbij uh, zodanig veel additionele maatregelen van de eindklant gevraagd worden dat die, dat die ervaring eigenlijk helemaal niet meer zo prettig is. Hè. Dus het registreren, het, uh, het, uh, het handen wassen, de social distancing um, in de horeca. Um, heeft dat tot gevolg dat je je niet meer op je gemak voelt. Um, in openbaar vervoer heeft dat tot gevolg dat je um, je bijna onveiliger voelt door alle dingen die, uh, die je ziet. Hè. Dus een, een plastic scherm tussen mij en de bestuurder doet mij niet veiliger voelen, maar misschien ook de bestuurder niet. Dus wij vinden als, uh, als innovatie-experten dat we moeten gaan kijken naar, naar technologie die, uh, die niet, um, geen impact heeft of zo weinig mogelijk impact heeft op de klantenbeleving. En die UVC-technologie, dat is een, een proven technology, het is niet alsof dat we uh, experimenteren, maar dat is een proven technology die eigenlijk niet intrusief uh, werkt, die, die geen uh, impact heeft op die klantenbeleving. Behalve dan de positieve, um, dat, het, uh, dat het veiliger is, dat het veiliger wordt, dat het... Uh, dat het coronaproof wordt. En dus, wij denken dat dat uh, zeker voor horeca en uh, publiek transport uh, moet, uh, moet bekeken worden, maar uiteraard ook in veel andere uh, klantenomgevingen. Dank u wel. Dank u voor uw aandacht om deze persconferentie te willen volgen. En we hopen op deze wijze het virus samen klein te krijgen. Dank u wel.